zo'n zware valies? Ja, mevrouw daar, hè? Dan kan ik kiezen welke boeken en ze neemt ze dan maar allemaal mee. Je moet ze niet op mij steken, hè. Wie wilt er hier al die boeken van 50 tinten grijs nemen? Straks zie mij naar u 50 tinten blauw. Och, jij. En moet u ver met uw valies? Ja, we gaan dus 3 weken op reis naar de Parkitische... De Papegaaiische eilanden. De Canarische. Dus wat dat zij zegt, die eilanden. Maar ja, we willen graag iets meedoen om te lezen, hè. En daarmee kan ik maar met die valies van 50 kilo sleuren, hè. Ja, maar eigenlijk is dat niet nodig, hoor, dames. Hebben jullie al eens van e-boeken gehoord? E-wat, hè? E-boeken. Ja. E-boeken, hè, wat dat ze zegt. Zal ik u een keer tonen aan de balie over wat dat juist gaat? Kom maar mee, ik ga dit tonen. Kijk, zo ziet dat er nu uit. Is dat nu zo'n e-book? Nee, dit is een e-reader. Dat is het toestel waarmee dat je je e-boeken leest. En moet je dan per boek zo'n kastje meepakken? Anderhalf jaar geleden kreeg ik een e-reader cadeau, dus ben ik hem ook gaan gebruiken. Er staan ondertussen nu toch wel al een aantal e-books op. Ik gebruik het vooral als ik ergens naartoe moet waar ik weet dat ik moet wachten. Bijvoorbeeld bij de dokter of de kapper. Is heel handig, past in de handtas en ik heb overal mijn leesvoer bij. E-readers zijn eigenlijk heel gemakkelijk in het gebruik. Alle knoppen wijzen zichzelf uit waar je moet op drukken. Er zijn echt heel weinig instellingen. Het lettertype kan je aanpassen, de grootte, kan de lichtsterkte aanpassen. Allemaal heel gemakkelijk om in donker of in de zon te lezen. Dat kan je met boeken moeilijk doen in een donkere lezen. Wat ook handig is, dat ze heel weinig plaats inneemt. Ik lees nogal graag fantasyboeken en dat zijn nogal dikke turven. Als je daar een paar boeken van wil meedoen op reis, dan ben je rap enkele kilo's rijker en dat scheelt wat in je bagage. We nemen ook nog steeds al een stapel boeken mee op reis als we met de auto gaan, maar toch gaat de e-reader ook mee. Bijvoorbeeld als we een dagje erop uittrekken met de rugzak, is het altijd handig, je hebt dan al wat materiaal bij en als je daar dan nog de e-reader kan bijstoppen, dan als je een rustig plaatsje vindt, heb je ook altijd een boek om te lezen. De e-reader gaat voor mij niet de plaats van boeken innemen, zeker niet. Ik lees nog altijd veel meer boeken dan ik boeken lees op mijn e-reader. Maar voor iemand die heel graag leest, zoals ik, is het handig om steeds je boek bij de hand te hebben.